Q&A with Ab and Jacquemine was filmed in front of a live audience at Corner Studios. Daar ben je er klaar voor. Welkom, ja. Nou, deze keer gaan we dus wel even lappen netjes neerleggen, maar we kregen een commentaar op. Oh. Nou, this is for you. Welk programma zou je wel willen presenteren? Het Eurovisie Songfestival. Dan moet je echt wel bij Engelse les. Ja, maar dan moet je dat ook kunnen. Dat is het probleem. Ja, dus je kan alles wel willen, maar je moet het ook kunnen. Je mag gewoon een beetje mooi zitten wezen. Buik en borst vooruit, schat. Waar is Jacquemine haar man? The Twilight Zone. Die is op zee. Ja, nee, ik heb geen man meer. Ik heb wel een man gehad. Father wears his Sunday best. Ik ben gewoon alleen staan. Wat is jullie grootste droom en wat is jullie grootste angst? Nee. Dus ik begin bij jou. Wat is jouw grootste droom? Ik heb geen droom, dus dat scheelt. Je leeft dan in een droom? Ik leef in een... Nee, maar echt, mijn leven is helemaal perfect, compleet. Ja. Dus ik heb geen dromen. Alles wat komt, dat is mooi meegenomen. Nou, mijn dromen zijn wel leuk om te hebben. Maar ik heb geen dromen dat ik zeg, nou, dit zou ik nou nog wel willen. Maar het probleem met dromen is altijd dat de verlangen is naar iets wat of niet bereikbaar is. Want je hebt heel veel mensen die zeggen, ik wil de loterij wel binnen. Maar dat is... Ja, en dan? Dan win je die loterij en dan begint de gedonder. Maar het is wel goed om dromen te hebben. Maar het probleem met een droom is, je moet ze ook kunnen verwezenlijken. Ja. Ik heb wel een angst. Ja, om dood te gaan, denk ik. Nee, ik zelf niet, maar even op mijn kinderen. Oh ja. Dat vind ik wel echt altijd een beetje tricky. Als ze bijvoorbeeld zelf naar school gaan of zo te fietsen. En dan denk ik, ja, er hoeft maar iets te gebeuren of ze liggen onder een auto of dat zo. Dat heb ik altijd met mensen die zonder licht zien fietsen. Helemaal een beetje met druilerig weer en het is geen volle maan. Dat ik dan bang ben om iemand aan te rijden. Ik heb bijvoorbeeld ook als ik in een vliegtuig zit met mijn kinderen, dan denk ik altijd, oh, gelukkig zit ik hier met mijn kinderen, dan gaan we tegelijk. Ja, dat klinkt heel raar. Ja, okay. Maar het is gewoon zo. Want stel je voor, ik zit alleen in een vliegtuig, dan zou ik altijd denken, ja. Als ik neerstort... Maar dromen, ja, iedereen heeft een droom. Of een fantasie. Laten we zeggen een fantasie. Nou, als ik een fantasie zou hebben, dat ik denk van, nou, dat zou me nog wel leuk lijken. Dan zou ik bijvoorbeeld, op Ibiza of ergens in Spanje, ja. Zo'n leuk klein strandhutje met een cocktail, dat je niet de verplichting hebt om een bepaalde omzet te halen zoals ik dat nu heb, maar dat je dan gewoon dat voor de leuk doet. Nou, en dat is mijn droom, dat ik daar gewoon op een stretcher lig niks te doen. Dus jouw droom is niks doen? Ja, en dan breng jij mij... Maar dan verveelde je toch? Nee, natuurlijk niet. Ik kom ook om een borreltje. Ja, dan kom je even vertrekken naar Spanje. Ik blijf hier. Een gezelschap vinden. Wat ik als vraag heb, hoe gaat het minimaliseren? Heb jij al schoenen gekocht? Ik heb sinds het minimalistische interview 1 paar schoenen gekregen en 1 paar schoenen gekocht. Ik kon ze gewoon niet laten staan. Het probleem met mijn maat is, ik heb een nogal grote maat, 47,5. You know what they say about a guy with big feet. En het probleem is, als ik op Zalando of een van die andere sites, JD Sports, Nike, noem het allemaal maar op, en ik zie een schoen in mijn maat die beschikbaar is, dan kan ik daar niet een dag over nadenken. Want als ik erover na ga denken en ik denk later van, oké, dan koop ik hem. Want het kan nu in mijn financieel plaatje en ze zijn mooi en ik vind ze de moeite waard. Dan zijn ze dus al weg. Ja, dan geef ik gewoon de maten schuld. Snap je? Goeiesmoes. Maar dat minimaliseren was mislukt. Dat hadden we al... Ja, dat is echt zwaar. We gaan het wel weer een keertje proberen. Dat lijkt makkelijker als dat het is. Nou, respect voor de mensen die dus echt gewoon minimalistisch leven. Serieus, applaus. Oeie. Mocht je alweer eten? Maar is er trouwens maar 1 vraag van die minimalistische? Ja. Er zat nog iets op. Hoe gaat het minimaliseren? Zeker waarop geen schoon werk. Oh, nee. Dus alle vragen zijn beantwoord. Dat was niet eens echt een vraag. Geen vraag, maar een compliment voor jullie samen. Een compliment voor jullie liefdevolle vriendschap en compassie voor elkaar. Compassie, dat is toch iets anders? Over het respect wat jullie elkaar, wat jullie hebben naar elkaar en in jullie vriendschap altijd klaarstaan voor elkaar. Super vind ik dit. Ik wens jullie ook een super liefdevolle vriendschap. Nou, dankjewel, Jolanda. Ja. Dat vinden wij leuk. Maar ja, net zoals we al in de vorige keer hebben gezegd van een vriendschap, ja, dat is iets. En eigenlijk, dat gaat eigenlijk vanzelf, daar hoef je niks voor te doen. Eigenlijk sta jij vaker voor mij klaar als ik voor jou, want jij kan alles, ik kan niks. Dus ik kan niet boren, ik kan niet timmeren, ik kan niks optimmen. Ik doe alles.
Ja, maar als eigenlijk kan ik helemaal niks. Ik stel veel meer vragen aan jou als andersom. Kun je even komen voor dit? Moet je even een lamp ophangen? Welke fitting moet ik? Welk stopcontact moet ik? Maar jij gaat mij straks helpen met inrichten en verhuis. Ja, schoonmaken, ja. Schoonmaken? Niet? Oké, het staat op de film, jongens. Ik hoef alleen helpen met inrichten. En verhuizen. En verhuizen. Nou, en dat... schoonmaken. En... Nee, nou, dat hoeft het niet. En met de tegels uitzoeken. En je kleding opruimen. Nou. Is er ook een cursus Urux? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat denk ik niet. Die cursus Urux krijg je toch iedere maand op SBS. Met halfgebakken ondertiteling. En hij zit al aan het verwateren. Nou, wat voor mij opvalt is dat vaak Urker spreekwoorden, dat niemand dat kent. Anderhalf was een vliegtuigen. Maar wat is jullie favoriete Urker woord? Kakstoel. Kakstoel. Dat is een kakstoel. Nee, een kakstoel is een kinderstoel. Oh ja, zo'n ding hebben we aan de tafel. Ja, waar een kind in moet zitten. En dat wist ik dus nooit. Dus toen kwam ik een keer in een restaurant. En toen waren mijn kinderen nog klein. En toen zei ik tegen die ober, hebben jullie ook een kakstoel? Ik wist gewoon niet hoe jullie dat moesten zeggen in Nederland. Warme poeiermelk. Hebben jullie ook warme poeiermelk? Ja, dat is chocolademelk. Ja. Ja, een favoriet Urker woord? Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Je zei al rossen. Nou, rossen. Dat betekent, ja, hup, fruit met die geit. Maar dat zegt die heel vaak. Kijk maar eens terug in de serie. Oh. Maar je moet ons niet beledigen van onze Urker taal. Nee. Want dan worden we heel boos. Ja, dan krijg je een hele andere halve dan Jacobin. Nou. Appentuin, dat is een mooi stel, al weten ze het zelf nog niet zo. Cute sjaampjes. Nou, ik zou nog geen 24 uur met de mutte houden, denk ik. Jonhoff, ik vind jullie ook gewoon... Ja, wel, als vriendschap passen jullie super bij elkaar. Ja. Maar als relatie zou ik jullie nooit bij elkaar zetten. Hij is sowieso helemaal niet mijn type. Nee. En ik heb misschien denk ik ook niet, want Teun valt op volwassenere man. En ik ben totaal niet volwassen. Nee, een ongereptiel. Oh ja, een ongetemd reptiel bedoelde die eigenlijk te zeggen, maar toen riep je een ongerept reptiel. Dan weet ik het ook niet meer. Ben je mij heel duur? Nee, rustig. Nee, geen relatie met Teun. Dan zou ik nog eerder met Jacomine in een kruipen als met Teun. Toch wel. Toch wel, als ik moest kiezen. Als ik moest kiezen tussen Teun en jou, dan koos ik ook voor jou. Qua in bed. Dan. Jij bent het beelddenker. Dus ja. Jij ziet, nou, ik zie jou met Teun in bed en jij mij met Teun. Nee, laten we maar bij dansjes houden. Ja. Teun kan heel goed dansen. Teun kan heel goed dansen. Binnenkort gaan we trouwens met z'n drieën op stap in Amsterdam. Dat zetten we dan ook even online. Ja. Dan de mensen die zich dan de avond verreden. Nou, dan kun je die lachen. Kunnen dan komen. Maar dan gaan we dansen met Teun in de matten. Ik kan niet trouwens, ik ga gewoon aan de bar zitten. Lachen. Een beetje kijken. Ik leg alles wel vast. Als Urk straks stopt, kun je dan niet samen met Teun Feun een reality voortzetten? Nou, dat is allemaal leuk bedacht. Maar je bent afhankelijk van bedrijven die dat maken. Wij zouden het wel leuk vinden, maar dan moet het wel iets zijn wat er ook bij ons past. Ja, wat wij ook leuk. Maar wij zeggen altijd van, wij willen wel dicht bij onszelf blijven. Dus we zouden niet zo snel iets doen wat er niet bij ons past. Maar dat komt dan. Ja. Wat is dit dan? Een microfoon. Hoe is dit een microfoon? Hoi Ab en Jacomien. Allereerst wil ik even zeggen dat ik jullie hilarisch vind. Van jullie krijgt een mens goede zin. De vraag, als jij Ab geen interesse had in mannen, zou je dan voor zo'n topvrouwtje als Jacomien gaan? Nou, dat wil ik ook wel eens weten. Stel je viel op vrouwen. Zou je op mij vallen? Maar dat is heel raar, want dan moet je maar alles gaan zien. Dat denk ik van wel, maar het probleem is dat ik wel verstand heb van mooie vrouwen. Want als ik een lekker wijf zie, dan zie ik dat wel. Ja. Nou, ik vind wel dat jij verstand hebt van mooie vrouwen. Ja, dat denk ik ook. Maar dat gaat niet om de moeite. Zou je met mijn relatie kunnen? Jawel. Maar ik denk toch dat ze mij echt heel erg maar een ganger zouden bezig zijn. Dan gaan we botsen. Ja, dan gaan we botsen. Ja, dat weet ik wel zeker. Want ik ben heel... Ik ben wel schoon thuis, maar ik ben heel rommelig. Bij mij ligt overal wat. Chaotisch. En jij bent echt van... Steriel. Steriel. Georganiseerd. Voordat zij de deuren gaat, dan staat er geen kopje meer op het aanrecht. En dat heb ik wel. Weet je, je kan het ook niet... Ik kan het ook niet bedenken, want ik zie je altijd al als een vriend. Dus dan moet je een hele andere omschakeling maken. Maar ik zou het wel lekker vinden, denk ik. Maar ik zou wel met jou kunnen. Ja. Maar dan hadden we een heel andere iets. Want zoals nu zit je altijd bij te tetteren. Maar dat gaat er hierin en dan daar uit. En als ik met je relatie zou hebben, dan zou ik dat allemaal serieus opnemen. Nou, denk ik.
En jij bent er s'avonds nooit. En daar zou ik me dan erger aan als ik met je relatie zou hebben. Dat je iedere avond op werk bent. Nou, ben je iedere avond op werk? Bijna wel. Snackdrive zit je altijd in het weekend. Je bent alleen op zondag vrij. Alleen in de bak. Oh, was ik. Wat is dit voor een beleppen? Stink aan drinken, mensen. Dat is rosé. Oh. Maar dit is niet de tekst. Spiertjes. Hier ga ik even voor zitten. Kunnen jullie overal over praten? Dus ook over het omen zijn. Turk staat onder andere bekend als een gelovig dorp en zullen vaak een oordeel hierover hebben. Ook Jacomin is gelovig. Geeft dat dan eens discussies waar jullie niet uitkomen? Ook ik hoop natuurlijk dat jullie vriendschap zal blijven bestaan. Als ook als een van jullie of beiden natuurlijk een partner krijgt. Nou, met Jacomin kan ik sowieso altijd overal over praten. We liggen ook altijd op één lijn over geloof. Ja. Want ik geloof, maar Albert gelooft ook gewoon, hè? Alleen niet zo, niet zo extreem. Nou, je gaat niet naar de kerk of zo, maar je gelooft wel. Ja. Kijk, aan het homo zijn, ja, eigenlijk is dat helemaal niet zo'n groot probleem als je er maar niet te veel beeldvorming aan geeft. Ik zeg altijd, je moet niet op zaterdag gaan met je regenboogvlagje en je crop top door bij 2 lopen, want ja, dan vraag je erom. Maar zelfs op werk kan je gewoon jezelf zijn. Omdat je naar Teun kijkt, Teun is ook best wel... Extravagant. Paradijsvogel. Maar zolang jij gewoon niet het te dikker oplegt, dan kan het allemaal best. Maar wij hebben nooit geen discussie over geloof. Nee. Absoluut niet. We gaan ook wel eens samen naar de kerk. Als ik een vraag aan jou, dan ga je mee. Ja. En als een van jullie of beide natuurlijk een partner krijgt, dan zal onze vriendschap bestaan. Tuurlijk. En je hoeft je niet druk te maken, wij krijgen nog heel lang geen partner. Ik kom de ringen wel brengen. Ik hoef geen partner. Wij blijven nog heel lang. Nou, dat was hem dan. Ja, nou, dit was hem. We zijn er helemaal doorheen. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Je bent hier best goed, hè?